bijna 10 jaar geleden ben ik uit Portugal vertrokken. Dus in die tijd zijn de meeste spelers waar ik toen mee speelde ook allemaal gestopt of naar andere oorden vertrokken. En de persoonlijke kennissensfeer daar zijn, die zijn ook allemaal uitgezwaaid weer. Dus wat dat betreft weinig contacten nog. Wel prettig om weer terug te zijn hier voor jou, qua sfeer, qua land. Ja, dat is altijd hartstikke leuk en ik heb hier echt een fantastisch jaar gehad. Ik heb in ieder geval het geluk gehad dat ik de taal onder de knie heb gekregen. Dus dat vind ik altijd weer leuk en sowieso is Portugal een hartstikke mooi land, een leuk land. De mensen zijn aardig, behulpzaam, vriendelijk. Dus het is hier heel goed toeven. De Portugese Majorettes kent Valks nog uit Lissabon, want dat was de plaats waar hij speelde. En zoals de trom nu klinkt voor de Dia do Portugal, zo werd er toen geroffeld voor O Senhor Stan. De kleedkamer heeft Valks ondertussen geruild voor het luxe hotel Felicia. Op een steenworp afstand van het Nederlands elftal, die zitten 100 meter verderop in het Sheraton. Hoe leeft het voetbal hier in Portugal anders dan in Nederland? Hebben we bijvoorbeeld nu al die commotie rond het Nederlands elftal. De passie is in Portugal net zo groot, maar krijgt misschien toch een iets andere vertaling. Jij weet dat. Nou, hier reageren natuurlijk meer de emoties. Als het goed gaat, dan is de sfeer veel uitgelatener als in Nederland. Maar als het slecht gaat, is het ook veel kritischer als in Nederland. Dus wat dat betreft is de Nederland toch allemaal wat gematigder met zijn voor- en nadelen. Is het wel veranderd, Portugal, in vergelijking met 10 jaar geleden toen jij hier speelde? Vind ik wel. 10 jaar geleden toen was Portugal een beetje achtergesteld land. Goedkope arbeidskrachten allemaal. Nu zie je toch wel, ze zijn relatief nog goedkoper 10 jaar later dan in Nederland de arbeidskrachten. Maar je ziet er toch een behoorlijke inhaalslag aan te komen is. In het hotel kan Valks deze dagen meteen overleggen met zijn nieuwe baas. En nadenken over nieuwe spelerscontracten totdat hij er tureluurs van wordt. Want Guus Hiddink is er ook. En Guus, waar komen de beste voetballers ook weer vandaan? Holland-Limburg. En terwijl Hiddink een rondje gaat golven, maakt Valk zich langzaam op voor de terugreis waar het werk wacht. Ja, het is voor mij natuurlijk een geweldige uitdaging bij een club waar ik mijn hart ook aan verpand heb. Uiteraard ook VVV, maar ik heb wat dat betreft natuurlijk ook langer bij PSV als bij VVV gespeeld. Maar als je zo'n kans krijgt bij zo'n club, dan is dat natuurlijk geweldig. Zijn er dan dingen nu tijdens dit EK waarmee je dan ineens geconfronteerd wordt? Of hou je je ogen extra goed open bijvoorbeeld? Nou, maar je houdt je ogen en oren altijd goed open. Ik word toch al regelmatig gebeld door mensen die denken dat ik al bij PSV werk. Dus ook zaakwaarnemers voor spelers die spelers aanbieden voor PSV. Ik zeg ik begin 1 juli pas bij PSV en ik heb het tot 1 juli ook nog hartstikke druk om samen met Kees Ploegsma natuurlijk nog een hoop lopende zaken afwerken. Een aantal jongens ben ik nog voor op zoek naar een club. Dus wat dat betreft lopen een paar dingen nu parallel en is eigenlijk dubbel zo druk nu.